Hey allemaal, welkom terug op mijn kanaal. Ik ben mijn koffer aan het maken, want ik vertrek straks naar zee. Ik vertrek over een half uurtje of zo, dus ik moet nog snel eventjes mijn spullen nemen. Ik ga maar voor één nachtje naar zee, want morgen ga ik naar de 3D-wereld in Oostende met mijn familie. Super tof. Dit is wat ik tot nu toe al heb ingepakt. Hierin zitten mijn toiletspullen. Er zit een borstel en mijn skincare productjes. Dan de oplader van mijn camera, want ik ben aan het vloggen. Waar is mijn oplader van mijn gsm? Even zoeken. Nee, dat is... Ah, hier. Voilà. Oplader van mijn gsm. Dan heb ik hier een zakje met make-up spullen. Dus voilà, dit is wat ik al heb genomen. Ik zal eerst mijn outfit van vandaag laten zien. Ik heb een witte blouse aan. En een rokje. Maar het is niet zo warm buiten, dus ik ga eventjes kijken of ik nog iets warmer kan meenemen voor morgen. Want ik denk dat het anders te koud gaat zijn. Het is aan zee meestal kouder dan hier. Misschien beginnen toch. Ik ga misschien toch voor de zekerheid een broek meenemen. Een zwarte broek. Dat is altijd wel handig. Een zwarte broek, voilà. En dan nog een blouseje. Dit is wel een leuk topje. Allee, t-shirtje, zo. Misschien dit. Ik denk dat dat wel leuk is. Ik ga het erbij leggen, zo. Met dan op die zwarte broek, zo. En dan mijn leren jasje. Ik denk dat dat wel leuk is. Zo, ik heb alles in deze rode Kipling-tas gestopt. Hier kan echt superveel in. En hier heb ik gewoon ja, mijn spulletjes gestopt. En er is echt nog veel ruimte over. En voilà. Dan is mijn tas gemaakt. En dan kunnen we vertrekken. Hè? We zijn aangekomen aan zee. En het is nu 10 uur. De badkamer. En ik ga mijn make-up er nu afhalen. En ik krijg daar altijd superveel vragen over. Dus ik ga het eens laten zien wat mijn skincare routine is. Hierin zit alles in. Ik ga beginnen met mijn haar omhoog te doen. Voilà, mijn haar zit in de staart. En nu ga ik mijn make-up eraf halen met dit product van Lirac. Ja, zo. En dit kunt u gebruiken voor uw ogen en voor uw gezicht. Dus ik ga het eerst aanbrengen op een watje. In mijn skincare routine is het aanbrengen van een lotion. En het is van Lirac. En het is in hetzelfde gamma als het micellaire reinigingsmelk. En dit breng ik gewoon een beetje van mijn hand. Ziet er zo uit. Dan pak ik deze crème van Filorga. En voor mijn ogen gebruik ik dit ding van Comfort Zone. En er zit zo'n ijzeren ding aan. En om mijn lippen te verzorgen gebruik ik dit hydraterend lippenbalsem van Lirac. Dit was mijn avondroutine. Morgen ga ik verder met vloggen, want dan ga ik naar de 3D-wereld. En ik zie jullie morgen. We zijn de 3D-wereld, de ingang, aan het zoeken. En nu zijn we zo aan de zee. En Sam heeft hier zin in.
Ja. Ja. Hoop ik. Hoop ik. Oké. Er zijn hier dus allemaal zo van die fotostandjes. En dan kun je een leuke foto nemen, zoals hier. En dan ligt hier zo een lepel die je kan vastnemen. En dan kan je een foto hierbij nemen. Er zijn zelfs minions. Schattig. Ik heb een foto genomen met de minions. Dus we zijn nu hier aan het aanschuiven en we moeten plaatsnemen aan tafel en ons laten bedienen. Ik ben eens benieuwd. Maar ik ben na de 3D-wereld nog eventjes naar Oostende gegaan. En daar heb ik een paar dingen gekocht die ik aan jullie wil laten zien in de tea. So. Oké, allereerst heb ik een Maybelline concealer. Deze is terugverkrijgbaar bij de tea. Ik ben daar super blij mee, want blijkbaar is die heel goed. En dit was de lichtste kleur, denk ik. Ze hadden maar één kleurtje. Dus ik ben eens benieuwd hoe dat die mij gaat bevallen. Dan heb ik een lipmasker gekocht, omdat ik dat wel grappig leek om eens te testen in een video. En als laatste deze wenkbrauwdingetjes van Eyelure. En ik had dat gezien bij Romina. Ik zal haar video hieronder linken. En dat is gewoon om je wenkbrauwen te epileren. En dat is super handig. Dus hier ben ik heel benieuwd naar. Maar ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. En ik wou ook nog eventjes reageren op de vragen die ik de afgelopen tijd gekregen heb. Ik kreeg heel veel berichtjes van jullie binnen met de vragen wat, hoe het met mij gaat eigenlijk. Als jullie totaal geen idee hebben waarover ik praat, ik zal de blogpost hieronder vermelden. Maar ik was dus bij de aanslag in Brussel Centraal. En nu gaat het al wel beter met mij. Ik kan wel moeilijk in slaap geraken, maar... ja, dat zal wel nog komen. Ik vind het echt super leuk dat jullie allemaal bezorgd zijn over mij. Dat is echt heel lief. Maar het gaat al wat beter met mij. Dus voilà. Maar mochten jullie nog vragen of zo hebben, ik zal de blogpost hieronder linken. En je kan mij altijd een berichtje sturen. Ik probeer er altijd op te antwoorden. Maar nu ga ik de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet geen like te geven, te abonneren. En ik zie jullie in een volgende video.